Ja, klopt. We hebben een nieuwe auto gekregen. Onze eigen auto, die was slecht. Die stond meer kapot stil als dat we hem konden gebruiken. En dat ging ten koste van de dieren. Want we konden niet meer zoveel rijden als we moesten. Dierenlot heeft toen gezegd van ja, dat kan niet. Jullie doen goed werk en belangrijk werk. Jullie krijgen een nieuwe auto. Maar wij wisten dat niet. Dat was een verrassing. Ik kreeg een melding dat ik ergens een hond moest bevrijden die klem zat. Nou, en toen we daar aankwamen bleek dat er een nieuwe auto stond. En dat Elvis Chinachu van de MPB heel erg trots was om uit te reiken. En ik kan zeggen dat het voor ons echt een stuk gereedschap is die we heel hard nodig hebben. Als we geen auto hebben, kunnen we ook geen dieren helpen. Een auto is heel belangrijk voor animal shelter. Waarom eigenlijk? Omdat wij ook de dierenambulance zijn van het eiland, 24/7. In de auto zitten al onze spullen, zit een brancard in. Daar zitten medische hulpmiddelen in, daar zit voer in, daar zit water in. Alles wat de gewone ambulance voor de mensen hebben wij er ook in zitten. Als je naar een dier gaat, je moet hem mee kunnen nemen als hij ziek is of gewond is. Nou ja, dat ging niet meer, want de oude ambulance was op. We stonden meer stil. Dan kan je ook je werk niet doen. En dan stel je mensen teleur omdat je niet kan komen omdat de auto kapot is. Ja, dat willen we niet. Jullie krijgen een nieuwe auto van Dierenlot Foundation. Maar hoe gaat het met de lokale overheid? Krijgen jullie steun van de lokale overheid? Echt steun niet. Er is wel steeds meer begrip. En dat heeft Elvis ook gezegd. Hij gaat ze hard maken dat voor de stichting Animal Rescue. Zodat we wat meer kunnen doen. Meer kunnen helpen. En ook hij gaat het opnemen in de brainstorm sessies van 2030. En hij heeft beloofd om ons uit te nodigen voor gesprekken. En dat gaan we ook doen. En ja, als hij zegt wat hij doet, dan zijn we een heel eind. En dan krijgen we ook wel steun van de overheid. Maar tot nu toe hebben we nog nooit steun gehad van de overheid. Ipo. Ja, Kaya Grandi 77 tegenover Peanuts. Ja, en hij zit naast de Chinees. De kat is wel. De kat leeft en is gezond, maar zonder moeder en ondervoed. Hoe lang hebben jullie hier bij Kunuku Kakkelvers? Nu ongeveer 95, maar als we het goed willen doen, dat iedereen de ruimte heeft, zouden we er maar 70 kunnen hebben. Maar je laat geen dieren op straat lopen als ze ziek zijn, of gewond zijn of aangereden. Dus dan of we bouwen noodkennels bij, of we leggen ze binnen neer, of we gaan wat meer los laten lopen in de kennels. Want nee zeggen voor gewonde en zieke dieren doen we niet. En natuurlijk werken jullie met veel vrijwilligers. Hoe doen jullie dat? Eigenlijk melden de vrijwilligers zichzelf aan. We zetten geen advertenties. Mensen horen van ons, lezen van ons. En vragen of bellen of komen langs. Maar we werken ook met Bonaire Break. Dat is een studentenprogramma. Die jongeren komen hier 6 weken op het eiland. Moeten vrijwilligerswerk doen. En zo van de 12 die er iedere keer zijn, hebben we er ongeveer 8 die hier iedere dag komen helpen. En dat is goed. Dat is goed voor de socialisering van de dieren. Maar ook om te begrijpen wat er gebeurt. Want ze maken natuurlijk wel reclame, ze praten erover. En zo krijgen we wel bekendheid. Wat zouden jullie nog nodig hebben om door te gaan? We gaan altijd door, of het nou kan of niet. We laten de dieren niet in de steek. Maar ja, financiën, we krijgen geen overheidssteun, dus ook geen overheidsgeld. Alles wat we hierbij hebben en betalen we zelf met de hulp van donaties. Dus geld is altijd handig. Maar voer en aandacht voor de beesten, dat zou geweldig zijn. Je mag hier altijd langskomen om te knuffelen. Je mag een hondje meenemen om lekker te gaan wandelen of te gaan zwemmen. Dat mag altijd. En dat is belangrijk voor de dieren, hè? Want ze zijn eigenlijk vertrouwen in de mensen verloren. En op die manier krijgen ze de vertrouwen weer terug. Dus altijd welkom. Onze openingstijden zijn altijd van 9 tot 1. Maar kan je niet in die tijd geven, even een belletje en dan spreken we wat af. Natuurlijk is de auto voor de Animal Rescue. Kunt u ons een paar verhalen vertellen waarmee jullie honden hebben gerescued? Jawel, we hebben 12 dagen geleden hebben we een hond binnengekregen, die hebben we Baldi genoemd. Die was door onwetendheid en niet moedwillig van de mensen in een hele slechte toestand. En die is hier nu 10 dagen en die zien we langzaam opknappen. Hadden we een paar dagen later geweest,
had hij dood geweest. Maar niet omdat de mensen dat willen, maar niet wisten wat ze ermee moesten. De mensen hier die gebruiken vaak aloe vera en lokale middelen. En dat begrijp ik, maar dat is niet. Soms is dat goed, hè? Voor een wond, prima. Maar soms gaat het ook de hele verkeerde kant op. Als je wil, kunnen we bij Baldi kijken. Hij zit een klein stukje verderop. Daar hadden we geen plaats voor. Maar we hebben onze technische mensen, twee klusjesmannen die hier iedere dag lopen. Die hebben met een uur een hok voor hem in elkaar gezet om hem toch op te kunnen vangen.